En ineens zijn we dan in Afrika. Niet omdat we ons daar enige nieuwe gebiedsdelen hebben verworven, maar wel omdat de Nederlandse industrie daar van oudsher een afzetgebied heeft. En wel van katoentjes, die er veel gedragen worden en op de markten te koop zijn. Vaak met dessins van Java en Sumatra. In Helmond worden daar ieder jaar miljoenen meters van bedrukt. Gedeeltelijk met de hand, in een procedé dat een variatie is op de batiktechniek. De lange ervaring die men in ons land heeft met de katoentjes deed een kennis en feeling ontstaan omtrent voorkeuren in Afrika, waar bijvoorbeeld in de dessins verwerkte voetstappen gretig aftrek vinden. Dit met de hand bedrukken geeft kleine ongelijkheden en bovendien een levendigheid in de werking van de dessins die door het Afrikaanse publiek zeer op prijs worden gesteld. Behalve de Indonesische dessins en motieven heeft men ook de klassieke maten van de slendang aangehouden. Men bedrukt bij Flisco in Helmond ook geweldige hoeveelheden katoen machinaal. Op de koperen walsen worden de dessins door middel van graveren en etsen overgebracht. En de langsglijdende katoen neemt ze vervolgens kleurig op. Zeer gecompliceerd is in deze techniek het mengen en opbrengen van de verf. Na droging is de kleur vaak anders dan tijdens het drukken. En in vele gevallen komt de kleurschakering pas tot volle ontplooiing na verdere chemische behandeling. Het doek loopt van de drukmachine naar de droogruimte, waarna het met zorgvuldigheid gevouwen wordt en neergelegd. Een 60 miljoen meter per jaar wordt op die manier verwerkt. Ten slotte komen de bedrukte stoffen die helemaal gereed zijn naar de magazijnen, waar ze klaargemaakt worden voor verzending. De verschillende partijen worden hier voorzien van etiketten die de aard en de kwaliteit vermelden. En daarna worden ze opgetast in hoeveelheden van duizenden meters in afwachting van transport naar Afrika. Daar vinden we ze terug op de markt. Omdat het dragen van bepaalde dessins ook weer verband houdt met afkomst en streekgewoonten, zorgt de Nederlandse industrie voor een ruime keuze.